Beste vrienden, wat had ik ieder van u graag persoonlijk mijn wensen voor het nieuwe jaar overgemaakt? Zoals we dat gewoon zijn en zoals we dat graag hebben. Maar weinig is vandaag nog zoals we het gewoon zijn. Onze samenleving wordt stevig door elkaar geschud. En op het moment dat onze meest kwetsbaren, onze sociale contacten en onze ondernemers zo hard geraakt worden, kunnen we als christendemocraten dan ook niet aan de zijlijn blijven staan. Samen met Annelies en Sammy werken we in de federale regering hard om iedereen door deze crisis te loodsen. Dat doen we met tijdelijke en gerichte maatregelen, maar nog meer door onze blik op de toekomst te richten. We stapten in deze regering met de grote overtuiging dat we onze welvaartsstaat, die we als christendemocraten hebben opgebouwd, moeten beschermen en hervormen. Dat we de mouwen moeten opstropen om opnieuw het vertrouwen te winnen bij de bevolking. Want samenwerken is de enige manier om te winnen van de extremen. Ik geloof dat er voor deze regering een momentum is om ons land te hervormen en zo onze samenleving en onze welvaart te beschermen voor de toekomst. Zodat we opnieuw een land worden van vertrouwen. Vertrouwen in onze samenleving, vertrouwen in de overheid, vertrouwen in elkaar. Daar zal ik werk van maken. Daar kan u op rekenen. Ik wens u allen een bijzonder warme en hoopvolle kerstperiode en een gezond en gelukkig 2021.